Ik ben heel tevreden over, over de koers. Eigenlijk uiteindelijk perfect, hè, als je in zo'n situatie in de finale komt. Voor mij is zo moet het eigenlijk verlopen. Een redelijk harde koers. En dan moet ik kunnen wegrijden uit een groepje. Om alleen binnen te komen, dat ik niet zo snel ben aan de aankomst. Dus alles liep eigenlijk perfect. Ik wist dat ik met het begin van de afdalingen zo groot mogelijk gat moest hebben. Zodat ik een klein beetje kon herstellen in bergaf. Ik wist als ik meer dan 20 seconden na de afdaling zou hebben, dat het eigenlijk moeilijk zou zijn om mij terug te halen. En dat is ook gebleken. Ik denk dat Jens voor Ronde van België normen een redelijke voorsprong heeft. Dus ik denk dat we in een ideale situatie zitten en dat we ook een sterke ploeg hebben om die trui te behouden.